Hallo. Wanneer je met het vliegtuig moet, zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Je plekje. Wanneer je een beetje gespannen bent, word dan niet meteen boos als er al iemand op je plekje zit. Grijp ook niet de eerste beste plek die je tegenkomt. Nee, pak de gulden middenweg en neem een plekje waar niemand last van je heeft. De stoelen. Ga je stoel niet verzetten als je achterbuurman net bezig is met zijn aquarium. Nee, neem de gulden middenweg en laat je stoel gewoon staan in de opstijgstand. Als je last hebt van dichtzittende oren door het drukverschil, probeer dit verschil dan niet op te lossen door de buitendeur te ontgrendelen. Ga ook niet overdreven zitten gapen. Nee, neem de gulden middenweg en gebruik gewoon kauwgom. Wanneer u naast iemand zit die waarschijnlijk een inheemse diersoort aan het smokkelen is, ga dan niet heel kinderachtig de stewardess erbij roepen. Probeer er ook niet achter te komen van welke diersoort hier sprake is. Nee, laat je niet bedreigen door een diersoort en neem de gulden middenweg. Soms zijn er mensen aan boord die het niet precies eens zijn met de reisbestemming. En nu iedereen koppen dicht, we gaan naar Cuba en anders schiet ik iemand kapot. Ga dit soort mensen niet opzitten, Jutte. Maar doe er ook niet nonchalant over. Ja, wat? Cuba? Er is geen reet aan, man. Kunnen we niet naar Tenerife? Ja, man. Lekker weer. Nee, neem geen risico en blijf rustig zitten. Kijk wel even uit of je niet op de schietstoel zit. Dit was de Gulden Middenweg.